Steve! Steve is terug! Oh, ik kan niet geloven dat Steve terug is. Hoi, Steve! Oh, ik ben echt zo blij, konijntje nou! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play! The Legend of Terraria. Wauw. Goed meewerken, hoofd. Dank je. Terraria 1.3.4. Ik hoop dat ik het goed zeg, Steve, je bent awesome. In de vorige aflevering... wat is er ook alweer in de vorige aflevering gebeurd? Want het is zo lang geleden. Ik heb heel erg veel Legend of Zelda opgenomen, dus ik weet eigenlijk niet meer wat er in de vorige aflevering is gebeurd. Misschien dat ik heel even moet kijken wat er in de vorige aflevering was gebeurd. We wouden iets bouwen, geloof ik. En de telefoon gaat. Geef me een seconde. Sorry daarvoor. Telefoon. Hartstikke leuk. Ik ben helemaal even van apropos. Er is zoveel gebeurd. Ik ben zoveel wall of flesh. Dus ja, we hebben monies gekregen. En enorm veel stuff. Want ik ben tussen de guides, terwijl dat ik bezig was, ben ik namelijk ook bezig geweest met het farmen naar unicorn horns. En heb ik natuurlijk de hele tijd de fishing quest gedaan. En hier komt dus het grappige. Met die fishing quest hebben we ongelooflijk veel items gekregen. En trouwens, ik heb ook nog steeds dit ding eigenlijk opgevist ergens een keertje. De Crystal Serpent, dat deed dit. Leuk. En ik heb geen zin in wat... Ik heb geen idee wat Lamia Wraps is. Dus we kunnen dadelijk heel eventjes aan Steve gaan vragen. Maar ik heb al de dingen die we dus hebben gevonden. Die heb ik hierin gestopt. We hebben gevonden de Super Absorbent Sponge. Deze zorgt ervoor dat we water overal weg kunnen halen. Zoals je kan zien, daar heb ik er eentje van gevonden. Ik heb gevonden de Bottomless Water Bucket. Nou ja, eigenlijk 3 stuks. Hiermee kun je dus eindeloos water toevoegen. En dit is enorm handig om dus je eigen fisher stuff te vinden. Dus heel erg handig om die te vinden. Tijdens het farmen bij de Unicorn Horns ben ik een Blessed Apple tegengekomen. Dat is eigenlijk een beetje een upgrade. Dus ik denk dat we Shiny Jolteon van vorm laten veranderen tot hij nog sneller is. Dus dat is zeker wel een leuk iets om te doen. Ik heb de Golden Bugnet te pakken gekregen. Die is beter dan de gewone Bugnet, omdat je kunt dus gras maaien op het moment dat je dus met je Bugnet bezig bent. Dus dat is ook heel erg handig. En natuurlijk niks minder dan... Oh mijn god, de Weather Radio! Ja, die clip die had ik gelukkig nog tussen de farms tussen gevonden. Want vergeet niet, er is iets van 6 uur ondertussen tussendoor gefarmd. Omdat sommige momenten wouden er geen guide spawnen. Op sommige momenten kwam er weer zo'n event. Toen ben ik gewoon ergens in een hol gekropen om te denken van... ja, het zal allemaal wel. Dus ja, het was ons niet echt makkelijk gemaakt qua het farmen. Glaceon, je hebt hier een trap naar beneden. Goed zo. Verder naar beneden. Goed zo. Kijk. Nee, je komt er van ergens wel uit. Dus ja, het ging niet echt heel erg soepel, jammer genoeg. Maar ja, we hebben in ieder geval genoeg Holy Arrows. En nou wil ik jullie eindelijk dus laten zien wat dus de bedoeling is van 1.3.4. Wat daar de update van is, want we hebben die NPC. Maar laten we eerst al eventjes naar Steve toe gaan, want ik wil weten wat we hier met die Lamia Wraps kunnen maken. Dus ik heb Steve trouwens expres in het huisje hieronder gemaakt, zodat we zeker weten dat Steve veilig blijft. Want dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Dus ik ga hier nog wel een raampje maken, want dat vind ik wel heel erg duister voor Steve. Oké, Steve, wat kunnen we hiervan maken? Het zegt dat het een Oh, het is een vanity item. Dat we er iets van konden maken. Maar niet uit, Steve, ik ben... Awesome dat je weer terug bent. Goed. Laten we eens heel eventjes naar onze nieuwe NPC gaan. Hier hebben we dus... oh ja, nog één ding. Ik ben ook een Golden Bunny tegengekomen. Yes! Happiness! En, oh ja, we hebben een Broken Hero soort ergens gevonden. Weet ik voor waar. Waarschijnlijk toen ik dus wegrende van. Maar ik heb dus één Broken Hero soort. Weten jullie dat ik dus één Broken Hero soort heb? Daar hebben we 3 van ook. Who cares? Dus, maar goed. Wat we willen doen is, we willen dus heel eventjes met deze gast praten. En deze gast verkoopt bier. Of, allez. Het is een soort van bier, dacht ik zo. Dat weet ik niet zeker. Maar, lekker belangrijk. Wat hij dus verkoopt is, hij verkoopt Eternia crystals. En verschillende wapens die je kan gebruiken tijdens het event dat hij... PC. Ik wil niet nu opnieuw opstarten. Ga weg. Mijn PC doet wel heel erg raar, alsof dat ik geen zin heb. Maar goed, eerst willen we dus zeggen dat we Eternia Crystal willen doen. Dan krijgen we die Venom Medals. En die gaan we zeker nodig hebben.
En als ik me niet vergis, van die dingen kunnen wij dus. Hier kunnen wij dus verschillende wapens mee kopen. Flamebust Rot, volgens mij, is de eerste die je dus kan kopen. Nou, ik wil nog niet echt iets kopen daarvan. Ik ben aan het opnemen, jongens. Telefoon, jou naar je mond. Goed. Wat we willen kopen is, we willen de Eternia Crystal Stand willen kopen. En dit is dus nodig om het event te starten. En wat we ook nodig hebben is een paar Eternia Crystals. Nou, ik wil het event wel een paar keer gaan doen, dus laten we een paar kopen. Ze zijn niet zo erg duur. Nou hoop ik alleen dat ik niet een hele pijnlijke dood ga sterven. Want dat zal natuurlijk heel erg vreselijk zijn. Sorry, Glacie. Ik denk wel, een soort van muziek in één keer. Maar sorry, Glacie, ik wou je niet ongerust maken. Maar goed. Ik denk dat het verstandigste is dat ik dan ook mijn potions meeneem. En zoveel mogelijk holy arrows meeneem. Want op dit moment heb ik nog maar 7 holy arrows. En dat is weinig. Sterker nog, dat is extreem weinig. Dus even kijken. Wapens, sorry, geval. Heb ik nog gewone pijlen? Ik loop er gewoon voorbij, hè? Ammo bombs. Ja, even kijken. Hellfire. Ik heb nog maar een paar gewone arrows. Unholy arrows, daar hebben we niks aan. Dan mag gewoon weg. Dan mag weg. Weg. Oké. Nee, we moeten er toch echt heel erg veel gaan maken. Nou ja, ik heb genoeg hout en steen. Waarom zou ik ze in godsnaam gaan kopen als ik er echt zoveel bouwmaterialen heb? Want als ik bij mijn bouwmaterialen ga kijken, je bouwspul, moet je kijken hoeveel... Even kijken, 1 stack steen. Is dat alles wat ik heb? Ah, ik heb hier ook nog 614. Ik vind het goed. Plus, ik heb genoeg hout. Want dat is ook nog één ding dat veranderd is, maar dat zien jullie zo meteen wel. Goed, dan eventjes langs de crafting dinges en dan wil ik heel eventjes pijlen maken. Zo... Ik bedoel, ik heb toch genoeg, dus laten we maar gelijk genoeg pijlen inslaan. Ja, nog eentje om het af te leren. Oké. Nou, de reden waarom trouwens dat de Golden Bunny, die komt natuurlijk ergens in ons huisje in een glazen, in een glazen ding dat ons huisdiertje wordt, dus... Tuurlijk hebben we een Golden Bunny, altijd. Ik bedoel, ik moet heel erg denken aan deze Golden Bunny. Maar, waar was ik nou mee bezig? Want ik ben met 100 dingen tegelijkertijd bezig en ik had zoveel... Ik had dit zo gepland, maar ik weet het niet meer. Bouwspul. Oké, even relax. Even kalm. Ontspan. Relax. Onthoud waar je mee bezig was. Vergeet de rest. Hoort man. Deze heb ik nodig. Deze heb ik nodig. Toch? Toch? Oké, nou, we kunnen in ieder geval heel erg veel holy arrows gaan maken. Dus dit gaat leuk worden. Hoe meer, hoe beter. Dat zijn een behoorlijke aantal stacks holy arrows. Even kijken, 1000, 2000, 3000, 4000. Nou, dan kunnen we daar heel eventjes mee vooruit. Want die hebben we dadelijk ook nodig voor de volgende boss die ik van plan ben. We kunnen er wel eventjes een paar hierin kwijt. Dat is niet zo'n probleem. En holy arrows, serieus, jullie kunnen gewoon daarbij. En je normal arrows, die kunnen dan daarbij. Dus laten we gewoon ze heel eventjes goed hier opvullen zo. Ik ben hier tevreden over. Goed. Dan wil ik heel eventjes naar onze piggy bank toe en dan wil ik heel even kijken welke potions dat we bij ons hebben. Dit komt trouwens allemaal weer terug. Dit hebben we nu nodig. Horde mode stuffs, dit mag hierbij. Kom hier kijken hoeveel pixie dust dat we ondertussen wel weer niet hebben. Veel te veel. Trouwens, bij horde mode stuffs dan mogen deze ook heel eventjes bij terug. Want deze die hebben we later nodig. Die kan ik verkopen. Flying Dutchman Trophy die wil ik even bij Mume denk ik plaatsen. Dus geef me even een seconde. Ik doe heel even mijn inventory organiseren, want anders komen we nergens. Oké, ik denk dat ik dat nou allemaal wel voor elkaar heb gekregen. Trouwens, nadat we de weather radio hebben gekregen, kunnen wij de fish finder maken. En als we de fish finder maken, dan hebben we hier weer meer inventory space. Maar dan kunnen we dus, omdat we ze alle vier nou hebben, kunnen we de PDA maken. Als we de PDA maken, dan kunnen we dus, dan krijgen we hier de feeding PDA. En als we dus de PDA maken, dan kunnen we met de Magic Mirror erbij, kunnen we de cellphone maken. Deze werkt als een Magic Mirror, dus die kunnen we gewoon gebruiken wanneer dat we willen. Maar geeft al deze informatie aan de zijkant er nog een keertje bij. Sommigen die vinden deze informatie irritant. Ik vind het juist heel erg handig om die informatie bij me allemaal te hebben. Dus... alle informatie hebben we hier dus nu bij staan. En mijn controller wil weer niet werken, zoals altijd. Nou ja, controller. Ik speel dit op het toetsenbord. Oh, mijn controller. Oké, nou heel eventjes de quick stack.
Jeetje, we hebben nou weer een hele hoop ruimte, zeg. We kunnen wat extra dice krijgen zelfs. Pumpkin Pie, die kan daar. Hi. Grim Die en Living Flame. Living Flame? Hoe ziet dat eruit? Probeer het uit op mijn schild. Ik wil het uitproberen op mijn schild. Even kijken, want het schild werkt het beste. Oké, er komt een klein rookpluimpje vanaf, maar... Doe er iets leuks mee. Oh, wacht, dat was de Grim Die. Dat is de Living Flame. Oké, probeer het nog een keer. Oeh! Dat ziet er wel gaaf uit, zo, dat schild. Ik weet niet, ik denk dat ik dit ga houden. Ook zo met de wings? Nee, de wings met die kleur. Een beetje flaming... Oeh, ik vind dit wel gaaf, jongens. Even kijken. Ik weet niet, ik hoop dat jullie het ook gaaf vinden. Maar ik vind deze zeker gaaf. Nou, ik zal er heel eventjes terugstoppen in de diekist. Maar die gaan we nou beginnen met het belangrijke, met het boeiende. Zometeen, jongens, geef me even een seconde. Ik heb even plezier. Mag ik geen plezier hebben? Nee! Jawel, nee! Jawel! Even kijken nou. Trouwens, ik heb nog niet eens Espeon en Flareon opgeroepen. Ah, oh, arme Fluffiness. Kom hier, kom er even gezellig bij, Fluffiness. En dan kom jij er ook even gezellig bij. Echt serieus, ik heb nog zoveel ruimte. Oké, eventjes die erbij pakken. Lamara, die staat te hoog. Zo. Eens even kijken, we hebben de Archery Potions. We hebben geen Potion of Regeneration, zie ik. Dat is niet echt handig. Heart Reach Potion. We hebben ook geen Potion des Defense. Ik denk dat ik even wat potions moet gaan maken. Want dit ziet er anders echt niet echt goed uit. Dit zijn de dingen die we dadelijk nodig hebben. En deze die mag gewoon hierbij in. Oh ja, dat is de Rot of Discord. Dus de eerste keer is gratis om te tellen. De Clementinator die gaat ook daarbij. Zal wel goed zijn. Goed. Ik ga heel eventjes wat potions maken. Heb ik trouwens wel genoeg daarvoor. Potions. Bolde potions. Potions ingrediënten. Ik heb water. Goed, dat hebben we zeker nodig. Ik heb blinkroot nodig. Ik heb deze dingen nodig. Geloof bij vis. Vis. Mumee. Want ik geloof dat... Even kijken, waar hebben we hem tussen? De Armored Cavefish. Die kan ook een leuke potion maken. En dan moeten we eventjes kijken wat oor erbij hebben. Volgens mij moeten we wat lead oor. Nou, laten we gewoon genoeg meenemen. En dan denk ik dat we de potions die ik wil maken, dat we die dan wel kunnen maken eigenlijk. Even kijken, hebben we geen andere ingrediënten nodig? Oh ja, daybloems hebben we nodig. Dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk. Ik denk dat we zo wel goed zitten. Laten we eens even gaan kijken. Eventjes hier gaan komen. Endurance potion. Ja, die wil ik een paar maken. Dus let's say 10. En dan potion of regeneration, want die hebben we helemaal niet. Dus daar wil ik er ook 10 van maken. En potion of defense, daar hebben we er dan maar 5 voor nodig. En volgens mij had je voor de archery potions had je lenzen nodig erbij. Maar dat weet ik dus niet zeker. En anders kunnen we het altijd aan onze grote goede vriend Steve vragen. Dus even kijken, waar heb ik mijn lenzen? Hier heb ik mijn lenzen. Kan ik ze nou maken? Archery potions? Kijk! Zo zie je maar weer. Dat je dus echt heel makkelijk alle potions gewoon kan maken. Zeker bij dat ding, omdat hij dan soms wel eens geen materialen gebruikt. Dus oké, nou alles even... Ik moet echt niet op de verkeerde knopje drukken. Nee, maakt niet uit. Eventjes naar de potions, ingrediënten toe. Want we hebben hem niet nodig. Die mag dan weer terug. Weet je wat, ik leg jou hier ook gewoon voor de zekerheid bij. Dat is net zo makkelijk. Dus kom jij ook maar terug. Gewoon daar zo. De potions die we gaan gebruiken, die mogen hier komen. Ta-ta-ta-ta. Potions. Zoveel potions, zo weinig tijd. Deze die mag terug. De blinkroot die mag terug. Deze moet ik eigenlijk een keertje gaan farmen. Want dan begin ik aan... een beetje leeg te raken ermee. Oké, nou de materialen. Dan mogen de lenzen die mogen hier weer terug. En dat ding dat moet ik nog steeds eigenlijk verkopen. Kom dan ga je nou eens terug daarheen. En deze dingen die pleur ik gewoon even hier neer. Zo. Goed. Nou, ik denk dat ik nou wel goed zit. Waarom heb ik hier eigenlijk de Living Wood Wand? Serieus, waarom? Ga weg. Ik heb jou niet nodig. Oké, nou. Dan denk ik dat we goed zitten qua potions. We zitten ook wel goed qua wapens. Ik heb mijn Holy Arrows. Ik heb mijn
Serieus, als mijn toetsenbord de hele tijd dit soort foutmeldingen gaat geven, dan speel ik met een gedraad, toetsenbord! Ga je mee? Kijk eens, ik heb nog iets voor je. De Flying Dutchman, die komt hierboven te hangen. Oh ja, ik heb trouwens ook nog de map te pakken gekregen via het vis en die heb ik dus hier ook opgehangen. Kijk eens, zo, dat staat er wel mooi. Nou, eindelijk meer informatie over hoe dat dit evenement dan te werk gaat. Op het moment dat ik hem dus zou plaatsen, dan krijgen we hier, zouden we een foutmelding gaan krijgen dat we hem hier niet kunnen plaatsen. De reden hiervoor is van, je moet op een vlak terrein moet je zitten. En volgens mij is dit niet vlak genoeg. Tenminste, ik ga het wel even uitproberen. Maar volgens mij is het hier niet mogelijk. Sterker nog, ik kan hem hier nog niet eens neerleggen. Waarom eigenlijk niet? Hier dan? Waarom heb ik hem daar niet? Zie! The Ethernet Crystal rejects the area and pops away instantly. The table key mentioned it should be on a large, flat, open area. En het grappige is, we hebben hier verschillende dingen hangen die dat dus tegengaan. Dus helaas mogen we onze ballerina niet gebruiken. Je kunt er wel een ballerina voor maken. Maar ja, dat heeft hier nou dus weinig nut. Dus als je hier, zoals je hier kan zien, heb ik hier een heel groot open vlak terrein gemaakt. Speciaal voor de gelegenheid om hier dus dit evenement plaats te laten vinden. Dus ik loop heel eventjes tot het moment. Ik denk dat dit wel groot genoeg is. Dan iets verder nog terug. Ik bedoel, we gaan niet lopen zeuren hierbij. Ik bedoel, dit is een behoorlijke flat. Of heeft het te maken met dat dit hier zit? Nou, ze zijn heel erg picky erin hoor, dus heb ik dirt bij me? Nee. Weet je wat, ik ga het gewoon dichtmaken. Ik ben niet zo flauw. Ik ga dat gewoon dichtmaken daar. Gewoon eventjes een beetje dirt pakken zo. Hallo, ik wil... Dank je. Maar maakt het niet uit dat het in de avond gebeurt. Ik zal dit evenement voor elkaar krijgen nu. Tot hier overlopen te zeuren, zeg. Dus daar komt te kijken. Eventjes de dirt. Maken we dit dicht. Kan zijn hoor dat dat het probleem is. Kijk, hup, weer gaan we al. Goed, buffs. Oké. Welk wapen ga ik hier eigenlijk voor gebruiken? Ik denk dat ik gewoon deze ga gebruiken. Nou, dan komen er dus vijanden. Van links en rechts. En die moeten we verslaan. Hartstikke gezellig. Nou, dit gaat dus na een tijdje een chaos worden van hier tot beginnen. Want we komen dus via een portal. Ik wil heel even die portals laten zien. Daar heb je dus een portal. En ja, ze deden dus moeilijk in verband met dat er een gat in de vloer zit. En jij moet dus het kristal zien te besparen of zien te beschermen. Daar komt het praktisch op neer. Nou, dan krijg je dus van die Ethereum mana, zodat je dan extra dingen neer kan zetten. Om ervoor te zorgen dat je dus zeg maar extra summons neer kan zetten. En oh boy. Jullie komen toch niet in de buurt, hoop ik, hè? Oh, hij is al aan het aftellen. Het is een beetje als Binding of Isaac, de greed waves die je hebt. Oké, nou, dit kunnen we meenemen. We kunnen ons eigenlijk even voorbereiden op de volgende wave die eraan zit te komen. Even kijken, hoe lang hebben we onze dubbele... Oeh, die hebben we nog maar heel eventjes. Oeps. Dit kan lastig gaan worden. Nou ja, ik heb het nog altijd met de dead sickles. En bij elke wave komen er dus sterkere vijanden. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Tenminste, er gaan hele sterke vijanden komen. Maar dat zullen jullie zo ook wel zien. Oké, dan gaan we eventjes naar deze kant op. Hallo, weet je wat, ik gebruik dit wel eventjes. En ja, ze kunnen sterke damage doen. Dus kijk er wel voor uit. Want sommige... En vergeet niet, dit is ook nog eens een keer op expert mode. Dus let wel op, het kan gevaarlijk worden. Deze vijanden die doen natuurlijk ook flinke schade. Dus als jullie nou heel eventjes op een mooie afstand blijven. Ja? Oh, de wave is al compleet. Dat heb ik snel gedaan. Oh, kijk, daar nam ik al schade. Oeps. Je zou hieronder dus allemaal van die traps neer kunnen zetten en... Kom op, ga allemaal dood. Ga allemaal dood. Jij ook. Oh, jij was een suicide bomber. Oké, ik ga nou heel eventjes snel een risico nemen. Kom op, kom op, kom op. Hopelijk gaat hij nou niet... Oh, jawel, daar is hij al. Poef. Oké, Jolteon snelheid. Ze hebben ons nodig daar. Een beetje spannend maken voor ons. Oh, oh, oh. Oké.
grof geschut. Oh boy, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Volgens mij gaan we dit niet redden, jongens. Volgens mij heb ik een beetje een te groot risico genomen. Ah, we hebben het niet gered. Dat is jammer. En nou is alles weg. Volgens mij was dat niet zo'n slim plan. Weet je wel, we proberen het gewoon voor de grap nog een keer. Ik bedoel, ik heb genoeg van die dingen gekocht, dus we kunnen het vaak zo doen. We hebben genoeg buffs. High Squirrel. Ik zou zeggen, we doen het nog een keer. Waarom ook niet? Dus, ik moet zeggen alleen dat deze bow niet erg effectief is tegen dit soort waves, want... Ja, of je moet ergens anders staan bij zo'n poort, maar ze komen van beide kanten. Ik ga zelf even kijken of ik zo'n totem dingen zou kunnen kopen, want dat zal wel heel erg fijn zijn. Ik bedoel, ik denk niet dat ik met de setup, met de equipment die ik nu heb, dat ik het al aan zou kunnen. Maar laten we even kijken wat we voor kunnen kopen. Ik bedoel, alles is een beetje meegenomen. Ik heb er maar 5, want ik heb niks voor elkaar gekregen. Dus ik heb er niet echt de Defender Medals bij gekregen. Nou, weet je wat? Laten we eens even kijken. 18 summon, 29. Ja, hoe lager dat je gaat, hoe meer summon damage dat dan natuurlijk doet. Maar deze is op zich wel goed. Weet je wat? We gaan gewoon deze kopen. Pakken gewoon deze, doen het gewoon nog een keertje. Pak onze buff er nog een keertje bij. En ik denk dat inderdaad de Godly Mega Shark heel erg handig is. En dat ik ook nog eens een keertje... Want je kunt je eigen sums kun je dus ook nog een keer gebruiken. Dus je kunt de wapens gebruiken die je bij je hebt. Ja, het heeft weinig nut, maar laten we hem maar gewoon activeren. Deze, laten we hem ook maar activeren, maar ook niet. Dus, maar ik had gewoon niet weg moeten vliegen. Want zoals ik al zei, de vijanden worden sterker. En ik dacht niet dat de vliegende vijanden al zouden komen in de derde wave. Dus, nou ja, we gaan het gewoon nog een keertje doen. Dus, even kijken. Hier gaan we op klikken. Zoink, zoink. En dan zet ik heel eventjes, waar heb ik dat ding gekocht nou? Hier. Jij mag weg. Oké. Okay. Ik zet er daar eentje neer. Volgens mij kan ik er eentje neerzetten, ja. Oké. Okay. Die kant wordt ondertussen een beetje verzwakt nu, dus dankzij die traps die ik daar neer heb gelegd. En die trap die blijft dus, die explodeert elke keer en die zal dus de schade geven. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Goed, eventjes fast forward naar wave 3. Oké, okay, we zijn weer op wave 3, dus nu moeten we uit gaan kijken voor vliegende vogels en alles. Oh, ik zou eigenlijk hier piercing shots bij moeten hebben, maar natuurlijk ook nog eens een keertje beter. Kijk, hier hebben we die vogels waar ik het over had. Misschien eventjes handig om eventjes Vaporeon's een hulp hier even bij te vragen. Oké, okay, ik wil de boog. Oh, dit gaat snel met HP. Ja, dit gaat hem niet worden, jongens. Zelfs met die traps die ik daar neer heb liggen, gaat dit hem niet worden. Nee. Hier hebben we echt andere wapens voor nodig. Ah, hij is ook geduwd. Moet je kijken wat menigte, joh. Oh mijn hemel. Misschien iets met de Terra Blade of zo. Maar ja, dit is wel iets leuks waar je dus met verschillende waves dus leuke dingen mee kan doen. Dus zeker een leuk evenement, maar ik wil het bewaren voor de volgende. Of ja, voor als ik iets meer stuff heb. Dus dit wil alleen maar één ding gaan zeggen. Het is tijd voor Plantera. Wij gaan richting de jungle in de volgende aflevering. Dus ik pak heel eventjes nog een bordje van de awesome comment van de vorige aflevering. Zorg dat deze aflevering een beetje rommel is. Maar er is gewoon veel gebeurd. Maar ik heb eindelijk die wave een beetje kunnen laten zien. We gaan hem zeker helemaal proberen te completen. En ja, dit ding kunnen we trouwens ook gebruiken. Kunnen we het niet gebruiken? Ik dacht dat we hem konden gebruiken bij gewone... Flame! Komt nog wel. Goed, nou we hebben hier in ieder geval... Oh, we hebben hier al die upgrades. Waarom heb ik hier geen ranger emblem? Ik moet een ranger emblem bij me hebben. Ah, waarom heb ik een ranger emblem bij me? Ik wonder of ik een ranger emblem bij me. Nou ja, in ieder geval, deze die mag dan terug. Deze dingen die mogen dan terug. En we hebben een heleboel nog zooi bij ons die dus ook terug mogen. Dus even kijken, dit mag dan daarbij. Zo, deze die kunnen altijd in de potions wanneer dat we daar zin in hebben. Maar wat nu het allerbelangrijkste is, is dus eventjes het comment van de dag. Dus ik ben zo bij jullie terug. Geef me een seconde. En...
Nintendo comment is geplaatst en die komt van Lori Lol. En Lori Lol had geschreven: hallo Zelda player, ik hou van jou, je bent mijn allerbeste YouTuber. Aww. Dankjewel, Lori Lol. Dankjewel, je bent een van mijn beste kijkers. Thanks. En met een van mijn beste kijkers bedoel ik natuurlijk een van alle kijkers. Want ik vind alle... Jullie kennen dit drill. In ieder geval, Lori Lol, enorm bedankt voor deze geweldige comment. Zo geweldig dat hij dus in het huisje van de geweldige comments is gekomen. En ik dank jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat dat weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En misschien wordt jouw comment wel geselecteerd om in het huisje te komen van de awesome comment. Ik dank jullie voor het kijken. Volgende keer gaan we naar de jungle toe. Dus laten we hopen dat we dat maar gaan overleven. Dus tot dan. Doei!